Dag Frank, van Frank en Robert, Robert en Frank. Je bent zo alleen, waar is Robert? Robert zit een dagje op de faculteit geneeskunde van de Universiteit Gent. Moet hij geopereerd worden of zo? Nee, hij is sinds kort heeft hij daar een jobje, een dagje in de week. En ja, vandaag hebben we rustdag op tas, dus hij dacht ik ga mijn dagje invullen. Terwijl jij aan het strand ligt? Nee, nee, terwijl ik vandaag praktische know-how fix. Een interviewken, een tekstje lezen, met wat mensen babbelen. Frank, we hebben gisteren ook met mensen gebabbeld, na jullie voorstelling. Dit is wat de mensen over hun voorstelling To Break vonden hier op TAS. Het was eigenlijk een soort tussenvorm tussen theater en installatie. Ja, ik denk direct aan creatief denken, aan herdefiniëren. Oh, veel associaties, Amerika, series, films dat we gezien hebben. Nieuw. Ik wou dat ik kon meedoen. Er was geen minuut te veel aan. Ja, het was ook afwisselend. Ik kan me echt wel goed voorstellen hoe veel mensen dat niet goed vinden. Ja. Dat is zo heel specifiek. De muziek is natuurlijk wel super belangrijk. Dus ik heb ze 2 jaar geleden gezien op de Nomaden. En ik herinner mij vooral veel fluwe dingen. Dus veel spelen ook. Toch ernst zag ik vooral ook. Zit daar nu een verhaal in of niet? Ik zou het niet weten. Ik vond dat heel sterk met dat autootje. Sowieso met dat licht erop. Maar dan stopte dat zo brusk. En ik had zo het gevoel van, ga daar verder mee. Ja, ik hou van die absurde humor. Zo absurd vond ik dat nu ook weer niet. Alia. En dan zo'n stuk moet je komen met niks van verwachtingen. Ik ben benieuwd hoe kinderen erop zouden reageren. En ik wil er al meteen iets educatiefs mee doen. Ik blijf van. Zit er een verhaal in, Frank? Want dat vroegen de dames zich af. Een concreet verhaal, nee. Maar er zit voor ons wel een associatieve logica in. Waarbij dat we veel putten uit cultureel geheugen. Hè. Ja. Ja. Heel erg Amerikanen, hè? Met films en de achtergrond een beetje, of andere. Ja. De American feel, de Lone Wanderer, de cowboy in de woestijn, is ons een insteek geweest. Dus jullie hebben eigenlijk gewoon 4 maanden lang cowboy en indiaantje gespeeld, heel veel materialen. Kind of. Maar jullie spelen totaal zonder mimiek eigenlijk, en dat zeiden de dames ook tegen mij. Het is zo goed, ze zijn zo grappig, omdat ze totaal geen mimiek tonen. Was dat moeilijk? Ik ben daar zeer blij mee. Dat was super moeilijk. Ja. Want je pakt een plank op en op het moment dat je bewust bent dat je een plank oppakt, kleurt je dat al. En we hebben 3 maanden iedere dag scènes herhaald tot vervelens toe. Want het moeilijkste dat ik in mijn leven al gedaan heb, is iets doen, like of dat je toe met een naturel. Ja. Dat is... Ja. Ja. Gisteren in ons filmpje dat we gemaakt hebben over de boodschap die Theater aan Zee aan de vredesboodschap voor Gaza, zei je nog dat je de boodschap midden in jullie voorstelling zou stoppen tijdens de gun scène. Uiteindelijk hebben jullie het toch voor de voorstelling gelezen. Waarom? Geheel per toeval. We hadden nog een technische doorloop in de namiddag en er waren wat mensen van Theater aan Zee bij, wat mensen van het artistieke team ook. En die zeiden van jongens, jullie voorstelling is zo subtiel, als je dat te midden van de scène doet met revolverken, is er niemand die nog gelooft, jullie zijn jullie credibiliteit weg. Ja. Dus hebben we het ervoor gedaan, want anders stortte ons stuk in. Ja. Er zat gisteren een vrouw naast mij en die vroeg op een gegeven moment, is dat een koppel over Frank en Robert? Ik heb haar moeten teleurstellen. Maar daarom hebben we vandaag wel een koppel in de uitzending gestoken. Het is Thomas en Astrid, ze staan op het Jong Werk met hun voorstelling Lieden op Zee. Eigenlijk zijn we spelers en er zijn nog 2 muzikanten bij en wij staan heel graag op een podium, dus dat is niet super comfortabel. Wij staan in het donker, ze zijn als speler niet echt zichtbaar, puur omdat de voorstelling daarom vroeg. Maar de reacties zijn soms zo fijn en zo warm dat ik dat helemaal niet erg vind. We hadden het over internet en telefoon en hoe rap dat allemaal ging. En ineens begon mijn papa te vertellen over een radioprogramma. En dat was dat radioprogramma, dus Groeten voor Zeligen. En dat voelde zo uniek en onwerkelijk. Allee, mijn ouders hebben dat bijvoorbeeld ook nog gehoord, maar voor ons is dat compleet vreemd.
Nu moet je met een huwelijk vragen. Wil jij met mij een tweede voorstelling? We gaan er traditiegetrouw uit met een boodschap van Tas aan Gats. En vandaag is dat een Oostense politicus, Wouter de Vriend van Groen. Meneer de minister, beste collega, dit theaterfestival biedt een forum voor jong en nieuw theatergeweld. Ik wil u vragen om dit soort initiatieven blijvend mogelijk te maken, niet alleen in Oostende, maar in heel Vlaanderen. Werp alsjeblieft een dam op tegen die oprukkende commercialisering en marktdenken in de cultuursector.